de start van de VIA Business Academy vroeg erom dat ik ook klanten naar me toe zou trekken. Dus we gaan een strategie bedenken. We gaan zorgen voor een scalable algorithm. Zorgen voor een schaalbaar model, maar ook waardoor klanten continu naar mij toe komen. In plaats van dat ik eraan moet gaan trekken. Daar heb ik echt geen zin in. Nou, toen dacht ik, nou, dan gaan we adverteren. Geld, advertenties, oké. Ik dacht, nou, weet je, we maken een mooie weggever, een mooi e-book en daarmee gaan we adverteren. En dan kijken we wel. Dus ik ben begonnen met €15 per dag te adverteren. Een aantal opvolgmails hingen eraan vast, maar niet zoveel. Want als ze uit die funnel kwamen, dus na het downloaden van die weggever, ontvingen ze een paar mails. Nou, dat is dus simpel gezegd de funnel, voor degenen die het niet weten. Dan komen ze op mijn nieuwsbrieflijst. Ook een van de fouten vaak voor ondernemers is dat ze een fantastische e-maillijst hebben, of in ieder geval groeiend, maar ze doen er niks mee. Hallo, je moet minimaal 1 keer per maand een nieuwsbrief sturen, minimaal, maar liever nog meer. Afhankelijk van jou en je doelgroep. Want ik geloof dat marketing altijd een manier is, doen wat bij jou past en bij jouw klanten. Niet te veel naar anderen kijken, wie jij bent. Ondertussen maakte ik nieuwe mails voor de nieuwsbrieflijst en er zaten hele toffe ideeën tussen. En ik dacht, hé, die scoorde goed in de statistieken. Wat nou als ik die ook in die e-mailfunnel zet? En wat nou als ik een e-mailfunnel maak, dat als ik een keer geen nieuwsbrief kan sturen, dat ze wel gewoon e-mails krijgen? Uiteindelijk heb ik dus een e-mailfunnel gebouwd van 3 maanden. Dus op het moment dat een lead in mijn funnel komt, ontvangt hij 3 maanden lang e-mails. Maar wel 3 maanden lang e-mails die precies passen bij de fase waarin die klant dan zit. En die e-mailfunnels, ik ben ook gaan kijken naar hoe lang zit e-mail in mijn funnel. En hoe lang duurt het voordat hij koopt? Nou, dat is gemiddeld 1,5 maand tot 2 maanden. Dus die e-mailfunnel is perfect. Die kan ik helemaal afstemmen op die klant om die warm te maken om te kopen. Maar dat is voor iedereen anders. Het kan zijn dat het bij jou gemiddeld veel langer is. Maar dat zijn dingen die waar je juist heel goed naar moet kijken. Dat is zo ontzettend belangrijk. Data, statistieken, cijfers. Heel saai onderwerp vinden de meesten, toch? Maar zo belangrijk. Wordt zo vaak vergeten. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik hier nu ook niet zo in deze setting gestaan.